Ik ben als kleine jongen opgegroeid op de boerderij in een heel klein plattelandsdorpje. We hadden koeien, vleesvee voor de hobby. Nou, rond mijn 16e mocht ik onder toezicht meejagen. Nou, dat was geweldig, dat was bij de grote mannen. En toen heb ik daar mijn eerste haas geschoten. Daar ging weer een heel ritueel aan vooraf natuurlijk. Dat wordt dan met ferme handdrukken gedaan, en er wordt gezongen en ja, heel bijzonder. Ja, de hond is mijn beste jachtvriend. Ik heb best veel jachtvrienden, maar die honden, dat zijn mijn allergrootste maten. Zonder hond ga ik niet jagen. De hond is naast een heel aanhankelijk dier ook een tool om het wild op te sporen. Ja, met name het karakter van de hond past heel erg goed bij mij. Als er bij mij gejaagd wordt, ben ik de jagermeester. Ik bepaal die dag wat er gebeurt. Maar om een eigen veld te hebben in deze tijd is best bijzonder. En dat, ja, dat voelt gewoon heel fijn dat je toch verantwoordelijkheid hebt voor een veld waarin jij het vertrouwen hebt gekregen om daar de zaken qua wildstand te regelen. Ja, tijdens een jachtdag dan heb je gewoon een hele grote diversiteit aan mensen. Van de huisarts tot aan de koeienboer. Maar tijdens zo'n jachtdag is iedereen gelijk. Dan heb je allemaal hetzelfde doel en is het allemaal even gezellig. Iedereen praat met elkaar en dan zijn er geen sociale verschillen. En dat vind ik juist heel erg fijn aan het jagen. Het is niet alleen maar knallen. Uiteindelijk om een stuk wild binnen te krijgen moet je een schot geven. En dan moet het geweer spreken, zeggen de jagers. En ik denk met name mensen van het platteland en van ja, het landelijke leven, die kijken anders tegen de jacht en de natuurbeheer aan dan rond de steden. Waar je als jager tegenaan loopt is het onbegrip. Omdat mensen die anti-jacht zijn vaak nut en noodzaak niet zien van de jacht. Het jachtseizoen dat loopt gemiddeld van half december tot eind januari. Wat de jagers in Nederland schieten, dat is maar een fractie van wat er aan wild geconsumeerd wordt in Nederland. Nou, dat staat gewoon in schril contrast met bijvoorbeeld de megastallen of intensieve veehouderij.
van die kleine momenten. Wat mij heel erg goed doet, is dat je een hond bezig ziet. En die dan probeert bijvoorbeeld een fazant vast te zetten. Maar die fazant die drukt zich niet, die gaat steeds een metertje verder. Dan doet die hond doet weer 3 stappen. Nou, en al die jagers zijn gespannen. En dan zijn ze de hond voorbij en dan vliegt achter een jager vliegt de fazant weg. Maar ik vind het vooral heel erg mooi dat zo'n stuk wild dan slimmer is dan de jager. Die heeft gewoon gebruik gemaakt van zijn kennis en kunde. Ja, daar kan ik gewoon heel erg van genieten. Het is meestal haan of fazant of haas. Of dan gaat even een arm omhoog of je attendeert de jager naast je even van let op, de hond die heeft iets op de neus. En als de fazant dan opgesprongen is, dan komt het schot. Pas op! Als ik dan zie dat zo'n fazant naar beneden valt, op dat moment geeft dat even een kick. Dan heb je wel even dat je hart een sprongetje maakt van yes, het plaatje is compleet, dat hebben we goed gedaan. Daarnaast grijpt de emotie mij ook aan dat je een stuk levend wild uit de natuur hebt genomen. Dus als mens doet dat wel iets met mij. Volgens mij bestaat er geen eerlijker stuk scharrelvlees dan wild. Ja, het is 1-op-1 en je weet als jager wat er in je veld leeft, wat er af kan of wat er niet af kan. En als je kunt oogsten, dan kun je daar iets uit de natuur nemen en dan heb je een prachtig mooi stukje scharrelvlees. Het hele sociale aspect van gezellig samen zijn, verhalen vertellen, met elkaar met hetzelfde doel bezig zijn. En die passie, ja, dat straalt daar dan vanaf. Ein Horrido, ein Horrido, ein Weidmannsheil, ein Weidmannsheil, ein Horrido.